De proefopstelling van de aanpassing van de verkeerssituatie op de Graafseweg is dinsdag afgewezen door de gemeente Nijmegen. Een aantal weken geleden stemde de gemeenteraad nog unaniem voor het proefdraaien. Delano van Luik, fractievolger van het CDA Nijmegen en indiener van de motie voor de proefopstelling, reageert op de afwijzing van de gemeente. We hebben die motie ingediend omdat wij heel erg bang waren voor de gevolgen van het voorstel dat, tenminste het besluit dat het college genomen had. En daarom dachten wij dat het een goed idee zou zijn om eerst een proefopstelling neer te zetten, zodat we daarmee eventueel problemen zouden kunnen voorkomen en zeker zouden kunnen zijn van de zaak voordat we daadwerkelijk de verandering zouden implementeren. Nou, dat is vrij bijzonder. Wij lazen het zelf ook via de media, kregen wij te horen. Dus de wethouder zelf had geen contact met ons opgenomen. Het is ook vrij bijzonder omdat wij tijdens de raadsvergadering nog de vergadering geschorst hebben om te overleggen met de wethouder en alle raadsfracties om te kijken of we de motie nog konden aanpassen zodat de wethouder hem in kon stemmen. Dat is gebeurd. We hebben de motie nog aangepast. We wilden eigenlijk voor de vierdaagse feesten nog de pilot neerzetten, dus de proefopstelling. Dat is volgens op instigatie van de wethouder hebben we gezegd, nou, weet je wat, we doen het na de vierdaagse feest, dus na de zomerfeesten. En nou in één keer lezen wij ook dat de wethouder dat niet gaat uitvoeren. Wat bijzonder is, de motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Dus het is eigenlijk onacceptabel dat de wethouder zoiets kenbaar maakt, zonder dat het met ons overlegd is. De motie is unaniem aangenomen, dus de hele gemeenteraad is ermee akkoord gegaan. En de wethouder zegt doodleuk, nou fijn dat de hele gemeenteraad unaniem is geworden, maar we hebben wel nog een stad te besturen. Nou, dat is leuk en aardig. En ze heeft natuurlijk goede, ze heeft bestuurlijke argumenten om dit op zo'n manier te doen. Alleen als deze motie unaniem door de raad is aangenomen, moet het ook in overleg met de raad gebeuren. En dit is niet in overleg met de raad gebeurd. De wethouder heeft zelf gezegd, wij gaan dit niet uitvoeren. En de argumenten daarvoor heeft ze van tevoren niet aangekaart, terwijl we uitgebreid overlegd hebben met de wethouder hoe wij dit vorm zouden willen geven. En daar heeft de wethouder geen gehoor aan gegeven. Is niet op deze manier, tenminste niet met dit doel, het gesprek aangegaan. Dus wat hier gebeurd is heel bijzonder. En daarvoor willen we ook graag de wethouder ter verantwoording roepen, samen met de hele oppositie. We'll be right back.